Zondag worden de slachtoffers van de ramp met de vlucht MH17 herdacht in Vijfhuizen. 2 jaar geleden was de Haagse fotojournalist Pierre Krom binnen een paar uur aanwezig op de rampplek. Hij documenteerde en fotografeerde de vliegtuigramp in Oost-Oekraïne. In 2015 won hij de zilveren camera met de fotoserie over de vliegtuigramp. De emoties die ik op dat moment kreeg, dat is natuurlijk wel woede en verdriet. Dat maakt dat ik dan deze emoties kan gebruiken in het creatief proces van beelden maken. Ik heb 2 jaar lang gewerkt in Oost-Oekraïne. Ik ben begonnen met de annexatie van de Krim. Daarna het begin van de oorlog in Sloviansk. En pas de derde keer dat ik in Oekraïne terugkwam, de MH17 ramp. Vervolgens ben ik daar nog langer blijven werken, tot en met februari 2016. Dus ik heb heel veel meegemaakt en er zijn meerdere situaties bij mij bijgebleven. Maar goed, natuurlijk wel de MH17 ramp heeft meer impact op mij gemaakt omdat ik hier in Nederland woon. En wat mij bijgebleven is de beelden waar jij dus slachtoffers in velden ziet liggen. Of tussen hun spullen, mensen die dus vrolijk met vakantie ging, maar toch op een of andere manier slachtoffer van deze oorlog werd. Een ander aspect van de oorlog is dat de bevolking in het gebied kijkt veel naar televisie. En dat is dan Russische televisie met veel propaganda. En de propaganda werkt heel negatief op mensen. Het maakt dat zij de andere partij nog meer gaat haten. Dat zij die haatgevoelens ontwikkelen. En het gaat zelfs zo ver dat ze zelf wapens gaan oppakken en naar het frontlinie gaan vechten. Ik ben nu bezig om beelden uit te zoeken om een boek te maken. Een fotoboek over mijn werk, over mijn 2 jaar werken in Oost-Oekraïne. Wanneer verschijnt dat? Onder voorbehoud in november. Maar daar ben ik nog in gesprek met verschillende partijen.